Regeringsleiders van de CARICOM zijn gisteren en vandaag bijeen op Trinidad en Tobago om te praten over de CARICOM Single Market and Economy. Vice-president Ashwin Adin vertegenwoordigt president Bouterse bij deze meeting, samen met de ministers Ildis Polakbigli van Buitenlandse Zaken en Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. De premier van Trinidad en Tobago, Keith Rowley, vroeg de CARICOM-leiders om bij te dragen aan de vooruitgang van de CSME. Het bespreken van de relatie tussen CARICOM-regeringshoofden en vertegenwoordigers van de regionale particuliere en arbeidssectoren stond hoog op de agenda. De vergadering wordt voorgezeten door de premier van Jamaica, Andrew Holness. De premier van Barbados, Mia Motley, maakt zich sterk voor het implementeren van de zaken die haalbaar zijn. Ze wees op de vele mogelijkheden tussen landen onderling. Ze verwees ook naar het recente bezoek aan Suriname en de vele mogelijkheden op het gebied van landbouw, toerisme, cultuur en handel.